krijgt te horen dat je kanker hebt. En dan? In deze serie volgen wij Henry, Toos, Anna en Henk tijdens hun behandeling. Wat betekent het voor hen en hun naasten? De diagnose kanker. Henry en Leni zijn gelukkig getrouwd en wonen in Uden. Samen hebben ze 2 kinderen en 6 kleinkinderen. Op 2 april 2015 krijgt Henry te horen dat hij slokdarmkanker heeft. Zo. Het is wel een lekker zonnige dag om hier te liggen. Hier is wel een mooie zonnig, hè? Vandaag ondergaat hij zijn eerste chemokuur en Leni gaat met hem mee. Je ziet het al lekker bruin. Ik heb pas op vakantie geweest. Was het nog waar? Ja. Nee. Nee, we zouden wel met vakantie, maar helaas. Ze zei dat ik hierheen moest. Ze zei dat we moesten annuleren, dat zei ze. Ja. En ja, je weet dat je kanker hebt, ja, goed. En? Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar ja, je bent er maar blanco in gaan. En beter kun je niet doen, anders dan... als je te zwaar telt, dan help jij alleen maar de put mee in. Ja. Maar ja, dan is het begonnen. Henry staat aan het begin van een intensief traject. Hij krijgt 5 chemokuren en wordt gelijktijdig 23 keer bestraald. Nou, moet je wel even zuchten. Ja. Als de tumor goed is geslonken, volgt een zware operatie. Ja. Maar ja. Mijn schoenen dan op bed. Dat mag. Het overkomt je en... Ja, bang. Nee. Tot nu toe nog niet. Kijk, is het, als er straks een keer een uitslag komt van nou, sorry meneer, maar we kunnen niks meer. Ja, dan wordt het verhaal heel anders. Het is helaas niet de eerste keer dat Henry en Leni met kanker worden geconfronteerd. In 2011 werd Leni getroffen door darmkanker. En in 2014 werd borstkanker bij haar geconstateerd. Je voelt er niks van, hè? Dat was lekker. Toen ik zelf ziek was, toen had hij het heel moeilijk. En ik eigenlijk niet. De omgeving wel en ik denk, ja, daar. En zo voel ik mijn eigen nou zoals hij toen voelde, nou hij ziek is. Dat is echt een verschil. Ja. Dus toen mijn vrouw kanker had, was voor mijzelf als emotioneler als nou. En dat vind ik vreemd, terwijl ik zelf altijd een emotiemens ben. Toos is getrouwd met Bart en ze hebben 2 kinderen, Dimfy en Marijn. Bart runt hun varkensboerderij in Odiliapil, terwijl Toos op de administratie werkt van een grote bakkerij. Toos kampte al een tijd met darmklachten. Deze werden alleen erger na een fietsongeluk in november 2014, waarbij ze een lendenwervel brak. Omdat Toos maar pijn bleef houden, kreeg zij 23 april 2015 een MRI-scan. En toen werd, bij toeval, de tumor in de endeldarm ontdekt. Ja, dan zakt de grond gewoon onder je weg. Dat geloof je niet. Dan kan je niet geloven dat jou dat overkomt. Ja. Toen kwam ik thuis met de diagnose en ben ik de hele dag op bed gaan liggen, want ik was helemaal overstuur. En toen s'avonds ben ik met spoed opgenomen, want er was mijn darm geperforeerd. Dat hebben ze mij met spoed geopereerd. Dus, maar dat was die tumor die door die darm heen ging. Dus uiteindelijk was het er toch uitgekomen diezelfde dag, maar het was ja, toevallig allemaal op dezelfde dag. Ja, ja dat is gewoon een iets wat je helemaal niet verwacht. Ja, op die leeftijd dan... Ja, zoiets te verwachten niet, maar ja, je hoort het altijd van anderen en nou is het bij jezelf, ja. Op een gegeven moment denk je van, ik heb dit, waarom heb ik dit en waarom overkomt mij dit? Dat duurt een paar dagen. En dan denk je van, ja, maar ik moet wel verder, want ik heb kinderen en ik heb een man. En ja, dan schouders eronder en we gaan beginnen. Ja, zo is het gegaan. Het Bernhoven ziekenhuis in Uden verwijst Toos door naar het Catharina Kanker Instituut, omdat meteen duidelijk is dat het hier om een lastige tumor gaat. Voor dit soort problemen krijgen we patiënten uit het hele land. Het is niet echt de regio voor dit soort problemen, omdat ze zo toch relatief zeldzaam voorkomen.
toen wij ermee begonnen, en dat is ergens in het begin van de 90er jaren geweest, toen was er niets voor deze patiënten. Die patiënten waren gewoon opgegeven. En we zijn toen begonnen van scratch on eigenlijk. En het mooiste is natuurlijk dat andere specialisten dat ook zien. En zeggen van oké, ik herken dit als een patiënt die moet naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, want daar kunnen ze dat oplossen. En dan ben ik het. Toos krijgt chemotherapie en bestraling om de tumor te laten slinken, zodat deze geopereerd kan worden. En speciaal voor deze laatste bestraling is haar zus Jeanne meegekomen. Laatste keer. Sanne, hi. Hi Toos, ik wacht hier gewoon. Hè? Nee, je gaat gewoon mee. Kom maar. Oh, oké. Alleen de grote kamer. De hele kamer. Ja, hele kamer. Heel goed, dankjewel. De chemokuur kan ze dagelijks thuis met een tablet innemen. Maar voor de bestraling moet Toos 5 weken lang 5 dagen naar het kankerinstituut. Vandaag komt daar gelukkig een einde aan. Oké, dan staat ze goed te gaan weer. Tot zo. Ja, alles staat goed. De bestraling duurt al met al zo'n 10 minuten. En dan zit dit gedeelte van de behandeling er voor Toos echt op. Nou, hey. Was het, hè? Ja. Nou, zeg, het allerbeste. Ja, bedankt voor alles. Ja, u heeft geweldig gedaan. Hè? Ja, gelukkig maar. Ja. Heb ik nog iets voor jullie? Langs die lange serie. Nou, ja. Dankjewel. Voor jullie allemaal, hè? Ja, ja, het allerbeste. Nou. Dat was het. Nou, vlak uit, hè? Zullen we maar zeggen. Anna en Jacques vonden elkaar 5 jaar geleden. Ze delen een passie voor PSV en wonen sinds een paar jaar samen in Eindhoven. Anna werkt als informatiecoördinator bij de politie en is in goede gezondheid. Althans, totdat ze in februari van 2015 opeens iets raars in haar borst voelt. En het voelt groot. Iedereen dacht in het begin, nou, het is een kieste, ook de huisarts, ook hier in het ziekenhuis. Dat bleek dus achteraf niet. En dan krijg je een diagnose kanker en natuurlijk schrik je, ik moest ook huilen. Maar ik vond het veel erger dat ik het aan mijn ouders moest vertellen als voor mijn eigen. Dus, het is echt, ik vind het echt heel raar. Ik wist ook niet, hoe ga je reageren op het moment dat iemand tegen jou zegt, je hebt kanker. Dus, maar ik ben niet bang, nee. Heel onwerkelijk, wel. Ja, het is gewoon heel lastig. Als ik kijk naar Anna, die is heel optimistisch. En ik probeer dat ook te zijn, maar voor mij is dat toch een stukje moeilijker, zeg maar. Om het allemaal te accepteren. Omdat ik achteraf, je denkt verder weg, zeg maar, dat het, het kan er verkeerd aflopen. En dat zou altijd moeilijk kunnen zijn. Ja. Omdat kanker invloed heeft op alle aspecten van je leven, is het fijn om daar met andere kankerpatiënten over te praten. Vandaag bezoekt Anna voor het eerst Inloophuis De Eik, om samen met lotgenoten lekker te gaan zwemmen. Maar vooral ook om ervaringen te delen. Ik zal me even voorstellen, want de eerste keer. Hoi, Anna Liebrecht. Hoi, Anna. Hallo, Anna. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb vanmorgen al in het Catharina ziekenhuis ook sporten. Voor mensen met borstkanker. COVID heet dat. Dat heb ik vanmorgen bij elkaar geweest. Dus ik heb al een beetje sport gehad. Dus nou even de spiertjes losmaken. Ja. Ik heb ook sporten tijdens de chemo gedaan. En dat is mij heel erg goed bevallen. Ja, dat is ook. Ik vond het heel aardig. Ja. Ik heb nou 6 chemo's gehad. Ik moet er in totaal 8, dus ik heb er nou nog 2 te gaan. Woensdag heb ik de 7e en dan 26 augustus de laatste. Wat wel zeker is bij mij in mijn behandelplan is dat mijn borst moet worden verwijderd. Dus dat staat vast. Ja, ik vind het gewoon heel raar. Je weet dat het eraf gaat, maar ik denk dat je het pas gaat voelen en ondervinden op het moment dat hij echt verwijderd is. Dan kan je pas weten wat de impact is. Ik bedoel, het wordt ontdekt en dan krijg je van, ik ben toch helemaal niet ziek, er is niks aan de hand.
En dan word je door de chemo word je ziek gemaakt. En dan ga je eigenlijk beseffen... Oh. Ja, ik werd van de chemo's beter. Oh. Oh, jij was echt ziek. Je voelde je ook ziek. Ja, ik kon van de ene week op de andere week niet meer lopen. Oké, okay. Ja. Dus net als de stekker eruit hadden getrokken. Ik heb totaal 22 chemo's gehad. Zo, dat is heftig, ja. Ja, dat was ook echt... Dat doet hij niet. Ja. Niet die bang maken hoor. Maar het nee. Is net wat iedereen aangeeft. Het is voor iedereen. Iedereen anders. Wie moet ik. Bij wie moet ik me melden? Want ik moet ook nog betalen. Tot dadelijk. Al pratend vliegt de tijd voorbij. Maar er moet ook gezwommen worden. Henk is al 46 jaar getrouwd met Ria. Samen hebben ze 2 kinderen, 3 kleinzonen en een hele hoop dieren. Net als bij veel oudere mannen werd Henk zijn PSA-waarde gecheckt. PSA betekent prostaatspecifiek antigeen. Dit is een eiwit dat door de prostaat wordt aangemaakt. Een te hoge waarde kan wijzen op prostaatkanker. En bij Henk is het ook prostaatkanker. En nog wel een agressieve vorm. Ja, dan verschiet er wel even, maar ja, ze hebben zo goed uitleg gegeven dat het goed te genezen is, dus ik kan ermee leven. Ja, je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Dat woord zit natuurlijk wel in je kop, want je bent kankerpatiënt, klaar af. Zo is het gewoon, ja. Wij zijn al nuchter, ik en de vrouw zijn allebei al nuchter. Kijk, we kunnen alles overstuur maken, maar dat helpt ook niet. Het is natuurlijk niet leuk. Als blijkt dat Henk geen uitzaaiingen heeft, wordt meteen duidelijk dat opereren de beste optie is. Zijn prostaat moet radicaal worden verwijderd. Dit gebeurt met behulp van de Da Vinci-operatierobot in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. De operatie wordt echter uitgevoerd door dokter Vrijhof uit het Catharina ziekenhuis. Voor dokter Verwij, of hoe heet hij? Ik ga dokter Vrijhof. Vrijhof, ja. Dokter Vrijhof. En hoe is uw naam? Meneer van der Mullegaaf. De 2 ziekenhuizen werken al een aantal jaar samen op het gebied van robotchirurgie bij prostaatkanker. Dus we hebben een hele mooie formule gevonden om te zorgen dat we hier de work-up maximaal doen. Vervolgens gaan de patiënten naar Nijmegen toe en worden daar gezien door een van de urologen, al daar. Vervolgens wordt hij daar op de wachtlijst gezet voor de ingreep en ik opereer dan weer in Nijmegen. En zodra de patiënten daar het ziekenhuis verlaten, is alle zorg weer voor hier. Dat hebben we heel strak geregeld. Kijk, als je kijkt naar de tumor, dan zit die eigenlijk in beide kwabben van de prostaat. Dit is de blaas, dit is de prostaat. Ja. Dus dat wil zeggen, als we kijken naar de zenuwbundels die belangrijk zijn voor het behoud van uw potentie, dan lopen die zenuwbundels hier langs, zo, zo. Mm-hmm. En als je dit nou probeert om dit eraf te gaan halen, dan heb je het risico dat je inderdaad, u ziet het al, dat er eventueel kanker op zo'n zenuwbundel achter zou kunnen blijven. Maar nu hebben we uiteindelijk besloten om te zeggen van nou oké, we gaan dan radicaal deze prostaat er zo uithalen. Het kan zijn dat er toch nog wat tumor achterblijft. Als dat zo is, dan kunt u in tweede instantie alsnog bestraald worden op dit gebied. En dat is ook genezen in opzet. Dat is mijn willige ruststelling prima uitgelegd. Hè? Ja. Ja, ja, dat is voor mij dat denk ik wel heel belangrijk dat u dat begrijpt ook. Ja. Wat betreft de ingreep zelf, de robotchirurgie, heeft u misschien op internet al een beetje gekeken? Nee. Helemaal niks gezien? Nee, oké. Okay. Ja, weet je, het is een apparaat. Kijk, het opereert niet zelf. Wij zijn uiteindelijk degene die opereren. Wij hanteren het mes, zo moet je het zien. Ja, ja. En het voordeel van die robot is ook, punt 1, is dat we een heel mooi zicht hebben inwendig. Dat is ook 3D. Het zicht is zo mooi, het bloedverlies is aanmerkelijk minder. Dat valt mij ook wel, omdat je veel beter ziet waar je zit en wat je aan het doen bent. En de bloedvaten zijn veel beter te controleren. Dus maar voor de patiënt zelf, de genezing nadien, is dit zoveel sneller. Dat eigenlijk de hele wereld ervan zo stil aan van overtuigd is dat de robotchirurgie de toekomst ook zal zijn. Ik vind helemaal niet eng dat door een robot geopereerd moet worden. Nee, het zal wel goed komen. Want anders was je niet. Toch is een ingreep in Henks geval altijd spannend. Want in het verleden had hij regelmatig last van complicaties. Want toen ik geopereerd ben bij mijn hart, kreeg ik er een klaplong bij en ik kreeg er longontsteking bij. Dus ik heb wel een keer iets na de operatie. Ja. Nee, ik maak helemaal geen zorgen, want ik weet dat het goed kan gebeuren. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er gewoon vertrouwen in de artsen.
Volgende week in Diagnose Kanker zien we hoe Henry zijn eerste van 23 bestralingen krijgt. En viert Toos met haar zus dat het bestralen er na 25 keer voor haar op zit. Nou, op de goede afloop.